januari 2020 hebben we de klok stilgezet. Vanaf februari 2020 zijn we aan de slag gegaan met alle klokken. Dat zijn er de 49 en die zijn allemaal gerestaureerd. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit allemaal goed onderhouden blijft. Want het is echt een stukje geschiedenis van Leiden met een goede blik naar de toekomst. Ik vind het ook heel passend dat het Oekraïense volkslied natuurlijk is gespeeld net. Ook om ondersteuning te bieden voor de mensen die in de oorlog zitten. Ja, daar heb je tijd naar uitgezien, zal ik maar zeggen. En ik vond het ook echt wel even heel erg spannend. Want twee jaar hebben we erop gewacht natuurlijk. En uiteindelijk als je dan echt weer een keer een officiële de inluiding kan doen. Dat je weet van jongens, het is nu voor elkaar. Ik ben dan iedere woensdag te horen van 00:30 tot 01:30. We gaan de lichten uitdoen en de sterren aan. Ja, natuurlijk, eigenlijk de sterren staan altijd aan. Maar we gaan de sterren weer terugbrengen in ons stadsbeeld. Kunstenaar Daan Rozengaarde is er klaar voor om de sleutelstad op 25 september in het donker te zetten. Tijdens Seeing Stars Leiden doen inwoners en de gemeente het licht uit om de sterrenhemel beter tot hun recht te laten komen. Nou, we leven in een wereld die soms zo bang of boos over de toekomst is. En we voelen ons zo niet verbonden met onszelf, om de wereld om elkaar heen. En ik denk, kijken naar de sterren zorgt ervoor dat je je weer verbonden voelt. Met jezelf, met het heelal, met elkaar. En een stukje nieuwsgierigheid. En het is er al, maar we zijn het kwijtgeraakt. Doordat we op een lompe manier met licht zijn omgegaan. En in die zin, als je door puur gewoon even op een bepaald moment de lichten uit te doen. En goed met de gemeente, de veiligheid te regelen, allemaal dat soort dingen. Wat je ervoor terugkrijgt is echt waanzinnig. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Oude Sterrenwacht werd de datum voor het project bekendgemaakt. Bezitters van de nieuwsgierigheidskalender van Leiden 2022 hadden het al kunnen weten. Ja, als je even goed had gekeken, dan had je 25 september vallende ster gezien. En ook best bijzonder, 26 september, de dag van Jan de Oort. De beroemde Leidse sterrenkundige die hierachter in de sterrenwacht werkte. En overigens is 25 september niet geheel toevallig ook het begin van de European Space Week. Die we in samenwerking met de Space Campus in Noordwijk gaan organiseren. Leiden en Partners directeur Martijn Bulthuis legt uit waarom het kunstproject juist nu naar Leiden komt. We zijn European City of Science dit jaar. We zien dit echt als een project wat nieuwsgierigheid oproept. Wat betekent kunstlicht voor ons? Wat betekent die sterrenhemel en hoe verhouden wij ons daartoe? Het geeft aanleiding om allerlei vragen vooraf al te stellen op scholen aan inwoners van Leiden. En vanuit heel Nederland wat ons betreft. Dus het is een project waar we wat laagjes aan gaan toevoegen. Die verwondering, die saamhorigheid, vanuit je eigen voortuintje straks de sterren gaan bekijken. Maar tegelijkertijd proberen we daar een heel programma van kunst, cultuur en wetenschap omheen te zetten in het jaar dat we European City of Science zijn. Je gaat anders kijken. We liepen gisteren rond met wethouders en de comité. En die gingen gewoon anders kijken naar hun eigen stad. Hey, wat raar, al die lantaarn, waarom staan die eigenlijk aan midden in de nacht? We hebben steden zoals Sydney, Stockholm, Venetië, die ook heel erg geïnteresseerd zijn. Dus die gaan ook naar Leiden komen om te kijken. Dus ik hoop dat over 10, 15 jaar, weet je wel, gewoon Seeing Stars wereldwijd hebben. Als een soort nieuwe Earth Hour. Maar goed, het begon in Leiden. Ja. De zetelverdeling wijzigt niet. Die conclusie trekt burgemeester Emiel Jens na de hertelling van 12.276 stemmen in Oesgeest. Elke van de Auwelen van partij Lokaal Oesgeest had hierom gevraagd nadat duidelijk werd dat hij 2 stemmen tekort komt voor een zetel in de gemeenteraad. De lijsttrekker lijkt ook de huidige uitslag niet te accepteren. Ik denk met datgene wat er vandaag uit deze verklaring is gekomen van onze burgemeester. Want hij heeft daar niet gezeten als voorzitter van het stembureau volgens hemzelf. Hij heeft daar ook niet als vertegenwoordiger van de raad gezeten, want het was geen raadsvergadering en de raadsleden zaten niet op een stoel. Dus hij heeft daar dan kennelijk als burgemeester, als zelfstandig bestuursorgaan gezeten. En ik vraag me af of dat kan in de kieswet. Dus ik ben helemaal nog niet zo ver dat ik nu al denk over definitieve standen. Dus je accepteert eigenlijk de uitslag van die herstelling niet? Nee. Kijk, nou, ik accepteer hem niet. Ik zie zoveel losse eindjes liggen dat ik echt... Het huilen staat me soms nader dan het lachen. Dat ik denk, wat is dit dan? Dit is volgens mij de Jos die bent die een kerncentrale probeert te runnen. En dat gaat in de Oekraïne niet erg goed. We gaan op de 29e verder.
Dat heet dan het punt geloofsbrieven. Daar worden ook de nieuwe raadsleden beoordeeld. En die kunnen dan vervolgens de volgende dag benoemd worden. Geïnstalleerd heet dat met een mooi woord. En op die avond wordt ook de geldigheid van de opdracht die ik gekregen heb, namelijk de hertelling, komt aan de orde in de raad. En die moet dan door de raad nog officieel worden vastgesteld? Ja, ja, klopt. En kan dat nog anders zijn dan wat er vandaag bekend is gemaakt? Ja, dan moet ik speculeren op een raadsvergadering. Dat doe ik als voorzitter liever niet. Ik wil het echt wel geloven, de hertelling. Tenminste in de zin van dat er mensen in drie zalen hebben gezeten en alles. Maar zoals ik al aangaf, ook op TV West was duidelijk te zien dat er één teller was. En die zat zo geld te tellen, zal ik maar zeggen. Als geld te tellen. Maar dat mag niet, je moet tellen. Terwijl je dus ja, via die krafmethode werkt. En ik zit me zo te verbazen over al die dingen. En dat eigenlijk de uitkomst ja, voor mij weer een tussenuitkomst is. En laten we zeggen een dagkoers. Want ja, we gaan nu naar 29 maart, begrijp ik. Want dat is dan de afscheidsraad. In het gemeentehuis van Zoeterwoude nam burgemeester Fred van Tricht donderdag afscheid van de gemeenteraad. Dit zijn mensen die er natuurlijk een vergoeding voor krijgen, maar die zich met hart en ziel inzetten voor Zoeterwoude. Zoals ik al zei, Zoeterwoude weer een stukje mooier maken. En ik vind dat je daar als gemeente ongelooflijk trots en blij mee mag zijn en dat je dat ook moet uiten. Dat verdienen ze. Grote afwezige was CDA-voorman Arjan Baks. Nou ja, wat ik erover kan vertellen is dat hij er niet is omdat hij besloten heeft om zijn benoeming niet te accepteren. En hij het te emotioneel vond om er hierbij te zijn. Ja, dat is wat ik ervan weet, Robert. Oud-burgemeester Lisbeth Bloemen kwam ook naar de raadzaal om afscheid te nemen. 2,5 jaar ongeveer waren ze van mij. En nu al 1,5 jaar niet meer, maar ik denk het is toch wel leuk. En iets wat vandaag niet genoemd is, maar waar ik altijd heel blij mee was, is deze hele periode was de absolute meerderheid vrouw. En helaas de komende periode niet. Maar dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Er zijn maar weinig gemeenten die dat hebben. En dat vond ik altijd een extraatje. Volgende week wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. In de Wiebar was donderdagavond een Leidse markt tegen snelle mode. Wij organiseren dit vanuit Leiden European City of Science, omdat we duurzaamheid gewoon een hele belangrijke pijler vinden. En op heel veel manieren mensen wat willen leren. En ja, een hele goede manier om iets te leren is door het te doen. Snelle mode is fast fashion, dus kleding die heel snel wordt gemaakt en ook heel snel weer wordt weggegooid. En ja, tegen snelle mode is tweedehands, vintage, duurzame merken, dat. Ja, eigenlijk zijn deze kleren heel duurzaam, want ze zijn eigenlijk allemaal al gebruikt. En wij geven ze eigenlijk een tweede leven. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, door ze hier op deze Leidse dag weer een keer te verkopen. En wij komen helemaal uit Groningen, hiervoor. Dus we hopen dat dit een enorm succes wordt. Dat is niet zo duurzaam, hè, uit Groningen? Nee, dat is zeker waar. Waar sta je hier mee? Ik sta hier met Atelier Yara. Dat zijn duurzame sieraden die ik maak. En wat is er dan zo duurzaam aan in vergelijking met andere sieraden? Nou, ik gebruik mijn materialen tweedehands. Dus ik haal mijn materialen van de sieraden van kringlopen, of bijvoorbeeld marktplaats, of bij mijn oma's zolder vandaan. En die verwerk ik dan met goud en zilver, zodat het lang meegaat. Ook wethouder Fleur Spijker was op de markt afgekomen en ze had iets meegenomen. Ja, dit is een oud t-shirt van mij en die laat ik bedrukken. Heel hip, zodat het helemaal weer een nieuw t-shirt wordt. Echt heel gaaf. We kunnen ook allerlei prints kiezen. En ik heb een mooie print van een hand gekozen. En die kan ik ook in verschillende kleuren laten bedrukken. Wees dan zo dapper dat je ook gewoon het gesprek aangaat met het COC en met mij en met wie dan ook. En ga niet midden in de nacht met je emmertje verf lekker stiekem lopen kladden. Ik vind dat echt sneu. Wethouder Yvonne van Delft is boos om het bekladden van het regenboogkunstwerk dat sinds 2 weken op de Leidse Haarlemmerstraat staat. Het beeld symboliseert diversiteit en de vrijheid van expressie van gender en seksuele oriëntatie en kwam er op initiatief van het Leidse COC. Ook voorzitter Debbie Helaha is geschokt. Het is vanuit de community. Het is niet eens iets wat we gewoon gekregen hebben, maar we hebben het zelf aan hangen gemaakt. Het is door onszelf met mensen uit de community gemaakt.
En dus ja, dat dit dan is gebeurd, dat vind ik echt heel spijtig. Uit de geschilderde leuzen is op te maken dat de vernielingen vanuit de queergemeenschap komen en een protest zijn tegen rainbow of pinkwashing. Het feit dat je als organisatie of als gemeente wel het regenboogvlag uithangt, maar vervolgens niks doet in het beleid. Daar zal het waarschijnlijk mee te maken hebben. En ja, ik lees ook dat ze dat groeperingen als dit geen onderdeel willen zijn van het grote establishment van het kapitalistische bolwerk. En ja, het COC hoort daar kennelijk dan ook bij. En dat snap ik dan weer niet. Krijgen ze eindelijk dat er iets is wat voor hun is, dan gaan ze het begladden. Dat slaat er nergens op. Ik vind het zonde. Ik vind het er echt vreemd uitzien. Ik vind het vreemd dat het gedaan is. Ja. Wat denk je dat ze hiermee willen zeggen, met de, als je de termen zo bekijkt? Nou ja, dat positief dat transgender zijn ja, niet negatief gezien moet worden. Dat dat gewoon, ja, dat het kan. Maar dat idee geeft het niet, omdat het dan, als het dit iets is van de COC en het zo beklad is, dat is gewoon vreemd. Dat geeft juist een negatief beeld, vind ik. Doet Leiden eigenlijk wel genoeg voor deze groep? Nou ja, kijk, genoeg is natuurlijk een rekbaar woord, want het kan altijd meer zijn. En ik heb toen ook gezegd van, het is niet af, je moet daar met elkaar aan blijven werken. Maar vergeet niet dat dit de opdracht van het COC is geweest. Nou, het kan altijd beter. En natuurlijk snap ik wel dat als je zegt acceptatie te vergroten en dat soort dingen, daar moet je nog wel wat dingen voor doen. Maar doe dat altijd, weet je, als je daarop tegen bent of je wil een statement maken, ga dan altijd in dialoog erover. Maar ga niet gewoon puur vandalisme uitoefenen. Dat wat ik net al zei, dat is echt een grens. In opdracht van de gemeente zijn het beeld en de sokkel vrijdagmiddag weer schoongemaakt. Ook heeft de gemeente Leiden aangifte van de bekladding gedaan. Hier is Corrie Toos en bij mij is de bril smetteloos. Hou de bel in de gaten, want ik kom eraan en ik ga dan vragen aan jou. Hoe schoon is jouw pot? Die ga ik natuurlijk inspecteren en daarna gaan we praten over het leven en de zin van het bestaan. Hou je bel in de gaten, want Corrie komt eraan. Doegie! Nou, hallo mensen, we zijn hier bij Kaasboerderij van Veen in Zoeterwoude-Dorp. Daar maken ze kaas. Dit is... Hallo, ik ben Karin van Veen. U bent Karin van Veen en u bent de boerin? Ja, klopt. Ik ben de boerin. Ik ben met een boer getrouwd al ruim 30 jaar geleden. Echt? En hoe is dat? Ja, nou, in het begin was wel even wennen, maar we hebben 5 jaar lang verkering gehad. Dus ik wist wel een beetje hoe dat dan gaat, hè, als je met een boer trouwt. En ja, het is heel leuk. Het is het buitenleven. En ja, je rolt daarin. En alleen maar plezier. Zeker voor de meiden die gekomen zijn daarna. En jullie zitten in de kaas. Jullie zitten natuurlijk in de kamijnenkaas, in de boerenkaas, in de sambalkaas, in de knoflookkaas, in de belegen kaas, in de smeerkaas, in de camembert misschien wel, de brie. Hoe is dat dan de hele dag in de kaas? Ja, nou, ik moet wel zeggen dat we vroeger meer in de kaas zaten, omdat we nu een beetje ons bedrijf anders ingericht hebben. Maar we hebben nog zeker de winkel een aantal dagen in de week. En die kazen moeten iedere dag verzorgd worden. Ook als je niet iedere dag kaas maakt, moet je wel naar de opslagruimte. Je moet ze keren, je moet ze plastificeren. En ja, en ik hou van kaas. Ik eet altijd kaas, 's ochtends op een beschuitje, 's middags op een broodje. Dus, ja. Dan zit je hier de hele dag in de kaas en dan ga je naar huis. En dan zit je weer in de kaas. Want dan heb je tenenkaas, je hebt kopkaas, je hebt alle kazen. Hoe dan? Oh, nou ja, dat vind ik een leuke grap van jou, maar zover had ik er nog niet over nagedacht. Nee. En heb je hier ook nog even een potje? Want ik kom eigenlijk voor de pot, want ik ben Corrie Toos en bij mij is de bril smetteloos. Die zou ik dan even willen inspecteren. Oké, ja, loop maar even mee. Dan gaan we naar de kaaswinkel. En daar is een educatieruimte met een aparte douche en toilet. En die mag jij zeker inspecteren. Nou, fantastisch, dan gaan we daar even naartoe. Dag Basie. Dag. Kijk dan. Oh, wat een mooi... Oh ja, ik zie het. Nou, wat een heerlijk potje is dit, mensen. Kijk dan. Oh, kijk dan. Dit is ook leuk. Dat zie je niet vaak, hè? Dat is nou toch grappig. Daar kunnen ze hem in laten hangen. En hier... Oh, dat potje is toch wel even redelijk schoon. Zal er nog wel even een lapje over doen? Ik vind het helemaal goed, hoor. Wij zijn ook aangesloten bij Vrienden op de Fiets...
Dat doen we zelf ook. Als we dan fietsen, dan kunnen we van tevoren ergens wat bespreken. Gewoon kleinschalig bij mensen thuis. En wij hebben deze grote ruimte. We dachten van, hey, wij kunnen hier ook wel een bed in zetten. Nou, ik wil jullie wel bedanken voor deze rondleiding. Ik heb nog een aardigheidje. Geef hem een mooi plekje. Bedankt dat wij hier mochten filmen. Jij succes hè, bij de volgende. Gaat helemaal lukken. Nou, tot kaas. Ja. Dag mensen, dit was het weer. Ciao, ciao.